Zo, dat is een flinke. Maar hier is zeker iets los. Daar staat politie. Ja hoor. Oh, oh no. Ik wilde zeggen, valt mee, maar... Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD voor Amor. En vandaag ga ik kapot met deze autoladder. Ja, hij is super vet. Jullie kennen hem natuurlijk wel een beetje, maar hij is wat anders. Gemaakt door Topmods. En de skin is gemaakt door 112 Mods ZL. LZ, Limburg Zuid denk ik. In ieder geval, hij is wat vies, dus die moeten we daar maar even schoon gaan maken. Maar nou, in ieder geval, we gaan hier samen op... patrouilleren wil ik bijna zeggen, maar samen op rijden vandaag. Dit is in ieder geval blauw en oranje hebben we achter en dit zal blauw ook zijn. Ja. Goed, ik vind hem in ieder geval super tof. Ik vind de lichtopbouw mooier en dat is vooral te zien. De rest zal redelijk hetzelfde zijn. Dan komen we een melding. Dus een gebouwbrand, ja, daar gaan we zeker in. Nu moet ik wel van tevoren alvast even zeggen van de meldingen die ik aanneem, die zijn wat anders dan jullie gewend, of dan een autoladder normaal doet. Kijk, een gebouwbrand gaan ze altijd wel heen. Maar wat ze niet doen is de brandslang pakken en naar binnen gaan om te blussen. Dat moet ik wel doen, omdat collega's waarschijnlijk niet eens ter plaatse komen. En als ze ter plaatse komen, dan blijven ze alleen maar met de schenen aan daar staan. Dus daar hebben we niet zoveel aan. Carajo! Ook hier is het weer drukker op de weg dan normaal. Dat hoeven we niet meer te blijven zeggen. Dat is gewoon vanaf nu altijd. Wel is dat jullie natuurlijk een paar dagen terug een video met de ambulance hebben gezien waarin ik zeg van ja, misschien moeten we wel mee stoppen, want het is allemaal een beetje een chaos met alle opnameprogramma's. En vervolgens ging die video redelijk goed qua niet echt lag of audioproblemen. Een paar dagen later zagen jullie een video met de Mercedes, daar heb ik helemaal geen problemen in ervaren. Ik zelf dan misschien. Tot als hij online staat, tot ik toch allemaal reacties krijg van op dit en dit tijdstip klopte het niet. Maar ik ga er niet van uit. En ja, om het dus even af te kloppen, het gaat nu gewoon goed. Mocht het niet goed gaan, heb ik daar nog een fix voor. Dus daarom, hè, weet je, ik zet zo'n shit allemaal niet in de titel van ik ga stoppen of ik wil stoppen. Want ja, het is gewoon een gedachte die ik even deed vertellen. Ik deed even mijn gedachten uiten bij jullie. Hier wordt het weer drukker. Ja, jullie zien me toch aankomen of niet? Kunnen jullie wel op het laatste moment gaan uitwijken? Zo, dat is een flinke. Ja, te plaatsen. Nou ja, oké. Okay. Dus hij slaat waarschijnlijk. En nu wordt er natuurlijk, we kunnen niet de autoladder opzetten. Wij moeten wel, wij moeten gaan blussen. Dus dat ga ik ook voor doen. Want de TS die is er allemaal niet, of de TS die is er niet. En die kan ik wel oproepen. Een TS.
maar vervolgens gaat hij niks uitvoeren. Het hele gebouw hier. Laat dit de echte brandhaard is. Hier lijkt de brandmeester in deze woning, dus die gaan we daar eens goed luchten. Maar hier nog niets. Ja, je moet het uitkrijgen. En dat zeg ik ook altijd, kijk, je ziet wel eens zo'n waterstraaltjes uit de grond komen. En die moet je gewoon inzien te spawnen. En als je niet inspawnen, ja, dan gaat dat vuur niet uit. Dus we gaan er even snel langs. Probeer de rest even uit te krijgen. We gaan even naar boven. Oké, hier lijkt het ook nog wel flink te... Hier lijkt het allemaal wel brandmeester. Ik denk dat we nu bijna volledig brandmeester zijn als dit uit is. Sorry collega. Kijk, die brand, die waterstraatjes bedoel ik. Je achterfikt het zit horen nog wat. Misschien onder. Dit zijn verder geen appartementen. Nou, even van afstand bekijken. We gaan dan nogmaals binnen kijken. Namelijk geen vlammetjes meer. Hier ook niet. Nee. Boven nog eens kijken. En als het daar niks meer te vinden is, ja, dan lozen we hem gewoon. Om maar even zo te noemen. Ik denk dat dat hem was. Ik weet niet wat ik nou precies uitmaakte, maar dat was hem zo te zien. Nee. Lijkt hier vandaan te komen, hè? Kom collega. Ja, waar het precies uitkomt allemaal die rook weet ik niet, maar we hebben in ieder geval... Het gebied is goed doorzocht en we zien geen rook of geen vuur meer. Melden ons weer beschikbaar en dan gaat het vanzelf wel uit. Wacht even. Wij gaan in ieder geval even retour kazerne. We moeten het een en ander gaan bijvullen. Dus tot zometeen. Zo, daar zijn we weer. En we gaan meteen door naar een melding, gebouwbrand. Zullen we zeggen, waar is je route? Ja, die kwam niet, maar ik weet waar het is. En ik weet ook dat er echt brand is. Dus we gaan naar die kant op, prio 1. Gebouwbrand. Zin in jongens. Oh.
Hopelijk is er wel, of nee, ik weet dat er brand is. Dus we gaan daar nu snel heen. En die handel daar is blussen. Mooie ruimte gemaakt. Ja, knal maar op elkaar. Maar als jullie maar niet op mij knallen. Hier zo meteen in ieder geval naar links. Of ja, eentje verder. Oh, knal ik naar... Ja, soms leg je meer op je focus op die bruine auto daar. Ik zag hem optrekken en dacht van, oh, even oppassen. En dan let je het niet op hoe erg je nou naar links of naar rechts rijdt en dus eventueel ergens opknalt. Je moet erop letten dat we niet de paal raken. Ja, dat gaat goed. Op het juiste moment op sneller aan en ze gaan vanzelf naar voren rijden. Nou, dit was niet het juiste moment. Maar ze gaan wel een beetje rijden. Moet ik nou helemaal moeite gaan doen? Dankjewel hoor. De route heeft ze inmiddels herpakt, dus dat is mooi. Naar rechts kijken of we al iets gaan zien. Ik hoop het. En waarom hoop ik het? Zodat er een vuur spant. Met je kutsmart, jongen, hè? Sorry. Laatste meldingen spant er geen vuur. Dus ik heb heel veel heel veel opnames zeg maar al weggegooid omdat het vuur gewoon niet wilde spannen. Dan kun je wel heel veel minuten. Ja, dat spant vuur. Kun je wel heel veel minuten gaan verspillen aan. Nutteloze spoedritten naar branden waar niks blijkt te zijn. Maar hier is zeker iets los. Dat is de politie. Maar in ieder geval meteen beginnen aan de binnenaanval. Oké, dat is een flinke. De collega heeft de ademlicht al om. Ik ga omhangen, ik ga de slang pakken. Zo, en we gaan meteen binnenaanval. Meteen hitte voelbaar hier. Lift hebben we gecontroleerd, er is niemand. Hier gaat het komen. Is hier in ieder geval in de buurt. Infected. Hier maar niet. Het is hier echt binnen geloof ik. Hier is niks. Hier is ook nog niks. Hier gaan we het krijgen. Ja hoor. Wow. Oh nou. Ik wilde zeggen valt mee maar... alles nog mee. Goed om de controle te krijgen. Wat is het allemaal eigenlijk voor een spul hier? Hier fikt het nog. Ik hoop dat de stroom trouwens uitstaat, want anders water met al deze apparatuur, dat is niet echt goeie. Ik zou zeggen... Brandmeester. Hier moeten we trouwens niet omlaag vallen. Nou, we doen het toch. Maar eens uit. Ja, geen rook meer te zien, dat is mooi. Dus wij gaan naar... Oh shit. We hadden ook gewoon deze deur kunnen pakken. Daar waren we lang klaar geweest. Fire escape. Handige deur. Maar was dat dan stairs nou? Of uit de ladder? Staat we hier achter. Ja, hoe gaan we daar komen?
We gaan een creatieve oplossing vinden om bij onze autoladder te komen. Zien we nog rook? Nee, ja? Mooi, dan is er ook geen vuur meer. Hier zo, nou hier gaan we niet overheen komen. En nu dan? Parcours. Nope. Parcours gefaald. Zo, komen we nog eens ergens. Zo. Goed, melding afgerond. En ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. En ik weet niet hoe lang dit precies is geworden. En nu zul je denken van, oh nu al. Maar ja, dat heb ik al een paar keer uitgelegd. En er is, als het goed is, heb ik ook nog maar... Heb ik me net tijdens de opnames van deze video bedacht. Om even een kleine update video te maken. En waarom? Omdat ik net de video van de ambulance online heb gegooid. Waar ik het toen straks over had. Waar ik dus zei van, nou, ik weet niet of ik wel zo lang nog doorga met alles. En ja, dat was zeg maar gewoon een heel erge stressfactor voor iedereen. Want iedereen zei van jammer dat je gaat stoppen en zo. En nou, van wacht eens even, dat heb ik nooit gezegd. Ik dacht er alleen aan. Maar er is dus geen sprake van no stress. Maar dat ga ik even in een update video nu opnemen. Die is dus wel online gekomen. Ik zou zeggen, tot over een paar dagen bij een nieuwe video. Dat is met een nieuwe politiemotor. Van de Nederlandse politie die ze gaan gebruiken, net zoals de nieuwe Mercedes'en. Tot dan, doei!